Mark's 100 dagen wordt mede mogelijk gemaakt door 365. Nou, de 100 dagen zit erop. De covershoot voor De Mensheld is ook geweest. Ik zit hier met Guy om eventjes na te praten over wat dingen. En jou natuurlijk ook een hoop tips te geven. Als jij dit ook wil, een coverlife in 100 dagen. Ja, Guy, de eerste vraag die meteen bij mij opkomt is... Ja, ik ben natuurlijk wel zelf het slachtoffer geweest. Maar hoe hebben we dit gedaan? Van een niet-sportief lijf binnen 100 dagen naar een coverlife. Iedere keer waar ik nog door verbaasd ben eigenlijk. Ja, het is goed dat je verbaasd bent over jezelf, maar je hebt het ook heel goed gedaan. Nou, kijk, in principe zijn er heel veel mensen op zoek naar methodes of een wondermiddel of een wondertruc of een wonderschema. Heel veel mensen hebben ook aan mij gevraagd, is er dan een bepaald Mark Labrand trainingsschema? Weet je, dat wil ik ook. En eigenlijk bestaat dat niet. En veel mensen denken wel, toch anders hè, afvallen is hardlopen, is cardio. Maar dat is toch eigenlijk iets wat ik niet zo heb ervaren door te trainen met jou. Ja, hoe vaak heb jij op de loopband gestaan? Ja, misschien 3 keer. En dan was dat als warming-up voor een benentraining of wat dan ook. Ja, ik zeg altijd, cardio is overrated. En dat bedoel ik een beetje gekscherend en een beetje hard. Het is wel enigszins genuanceerd, maar in principe is cardio training, dus lopen, fietsen, dat soort dingen. Weet je, je ziet soms wel eens in de sportschool mensen, ze staan een uur op de crosstrainer. En dat doen ze dan 3 keer per week en dan komen ze eraf en dan zeggen ze, ja, een half jaar later is er gewoon niks veranderd in hun lijf. En dat is ook echt zo. Dan nog een vraag die ik van heel veel mensen heb gekregen, die jij dus perfect kunt beantwoorden. Ik heb alleen kunnen zeggen, nee, dat is niet zo. Heel veel mensen zeiden, oh, jij bent die gast die nooit wat eet. Jij hebt de hele dag honger. Nou ja, ik ben eigenlijk meer gaan eten, maar dat klinkt voor heel veel mensen heel raar. Je wil afvallen, je wil vet verbranden, je wil meer spieren, maar je gaat meer eten. Ja, mensen denken gewoon dat je op een blaadje sla moet leven, wil je vetmassa verliezen. En tegendeel is waar. Vaak eten mensen te weinig en gaan daardoor 's avonds of vanaf een uurtje of 4-5 's middags gaan ze de fout in. Want als je de hele dag te weinig eet, dan heb je gewoon een soort calorieschuld. Weet je, je hebt gewoon te weinig voedingsstoffen in je lijf. En dat ga je dan 's avonds compenseren. Je hebt toch gewoon alle
voedingsstoffen nodig die je nodig hebt om te leven, om te functioneren, dat soort dingen. En we gaan vaak mensen vanaf een uurtje of vier gaan ze gewoon fout in. Want dan zijn ze op hun werk, noem maar wat. En dan zitten ze gewoon, gaan ze de kast open trekken. Of er komt iemand met een zak snoep langs en dan gaat die halve zak snoep op. En dat gaat eigenlijk tot aan de avond, tot aan ze gaan slapen, gaat dat verder. En in jouw geval, jij snoepte niet onwijs veel, je at al best gezond. Alleen overdag eten mensen gewoon vaak te weinig. En op het moment dat je leert om de goede dingen op het goede moment te eten, dan heb je eigenlijk geen honger. Want volgens mij heb jij geen honger gehad. Sterker nog, in het begin moeten vaak mensen wennen aan dat ze meer moeten eten. Vooral 's ochtends vond ik dat echt wel een ding. Een eiwitshake, een bak kwark en mijn supplementen of een gebakken ei. Dat was gewoon echt een complete maaltijd 's ochtends. Dat viel mij wel echt best wel zwaar. Mark's 100 dagen wordt mede mogelijk gemaakt door 365. Radio 5.